Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Zoom-sprookjes. Ja, we zitten uiteraard nog steeds, zeker vanuit Antwerpen, in pseudo-lockdown. De corona is nog niet weg. Vandaar dat ik het wederom via Zoom moet doen. En dames en heren, ik heb een gast, uiteraard heb ik een gast. Het is niet zomaar iemand uit West-Vlaanderen. Een geweldige comedian, niemand minder dan Han Solo. Dat was nog eens applaus, Han. Oh, jongen. Alles goed daar. Ja, hoor. Nu, de reden waarom we die podcast doen, Han, dat is omdat als je jong bent, dan worden er sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar dat het vooral voor grote mensen is. Dus ik zou zeggen, laat u gaan. Ik heb een titel voor jou. Ik zal die titel voorlezen en dan gaan we stil aan beginnen. De titel is... Er was eens een piraat met een onwaarschijnlijk onbeleefde papegaai. Ik denk dat je u daar wel in kunt laten gaan. Ik denk dat het een heel goede Han Solo sprookje wordt. Dus, goed. Er was eens een piraat met een onwaarschijnlijk onbeleefde papegaai. Ja, en die piraat die woonde in Vlaanderen. En die papegaai, het probleem was eigenlijk dat hij politiek incorrect was. En het woord dat ik hier niet ga noemen, maar het N-woord eigenlijk permanent uitsprak. Waardoor de piraat natuurlijk, dat is, piraten zijn meestal wel linkse mensen, dat hij eigenlijk een extreemrechtse papegaai had. Ja, het was ook een piraat op rust. Ja. Hè? Dus hij woonde aan land, hij had wel een houten been. Iedereen kende hem ook in de straat als de piraat. En... Ja, die papegaai zat sowieso constant op zijn schouder. Hè. Hij heette eigenlijk Flip, de papegaai, maar de papegaai noemde zichzelf eigenlijk Eikel. Ja, die noemde hij eigenlijk gewoon Eikel, met een Eikel. En hij moest die overal mee pakken. En op een dag, hij ging naar de bakker, want ook piraten eten brood. En hij had gevraagd aan de Eikel, man, hou die bakjes even. En de Eikel had gezegd van, weet je wat ga ik doen? Kust mijn klote, vuile. En dan truut dat in woord. Ja. Maar het probleem was, die piraat woont eigenlijk in een multiculturele buurt. En het was een Turkse bakker. Hè. En dat kan, hè. Er zijn veel Turkse bakkers. Dus hij stapt die bakkerij binnen. En hij bestelt twee grote Turkse broden. Hè. En ook nog zo van die gebakjes, hoe noemde dat? Zo suiker. Ja, zo suiker. Suiker. En dan zegt hij. En die Turkse bakker zegt ook: serieus, ik zal maken voor jou, ik zal geven voor jou. En zal ik aan vogel ook iets geven? Ja. En die vogel zegt: van ik neem niets aan van. Zegt hij weer het woord. Hè. En die Turkse bakker echt in zijn wiek geschoten. Van, bedoel, sorry, ik kom uit Turkije. En hij noemt mij... sorry, maar ik vind dat eigenlijk een belediging. Als Turk natuurlijk. Maar wat bleek? Dat die Turkse bakker eigenlijk ook racistisch was. Dus... de ene racist beschuldigde de andere racist van het woord. En dus dat liep er compleet uit de hand. Nog erger, wat het nog erger maakt, is dat er achter hen een klant binnenkomt van Afrikaanse origine. Waar volgens de papegaai echt een is. Ja. Dus de papegaai ziet dat, die Turk ziet dat, in die beginnen alle twee dat woord te gebruiken. Dat woord wat we echt hebben afgesproken, dat we dat niet meer gaan gebruiken. Nee, we gaan dat niet meer gebruiken. Maar wat bleek... heel zeldzaam. In Afrika is dat... er zijn ook albino's. Hè? Dus die had eigenlijk een soort... Ja, dat is geen ziekte. Je wordt zo geboren als albino. Dus dat was echt... Dus die waren alle twee in de war. Hè? Dus die zijn... maar die hebben zoiets van... Maar eigenlijk... Hè? Dus dat werd daar een raar ding. Want die albino zei ook van... Ja, sorry, maar dat woord accepteer ik niet. En dat begon er echt in chaos te worden. Hè.
Ja, en ja, de Turk begon met een albino te vechten. De piraat trok zijn zwaard. Er vloeide bloed. De politie kwam aan te pas. Dat hem dan ook vuil flikkers begon te noemen. Vuil flikkers, vuil flikkers, vuil flikkers. Ja. En de piraat werd uiteindelijk meegenomen naar het politiekantoor. Ja. En hij bleek daar dus direct een boete te krijgen, omdat hij een mondmasker droeg, hè, in de bakker. Hè. En dan zei de papegaai van, ja, maar mondmaskers, dat is voor... hè. En die flik had zoiets van, what the fuck zegt die hier? Maar ja, het was een papegaai. En het staat niet in de wet, maar papegaaien mogen eigenlijk racistisch zijn. Dus die mogen dat wel doen. Dus... Die flik had zoiets van, ja, wat moet ik nu doen? Ja, je kan de papegaai geen boete geven, maar meneer de piraat, jij zei eigenaar van die papegaai. Ja. Ik ga u dan toch wel een boete moeten geven. Ja. Want als eigenaar zit je wel verantwoordelijk voor de uitspraken van uw eigendom. Ja, en het feit was dat de vrouwelijke flik was en die papegaai, hè, dus is natuurlijk ja, racistisch, maar ook... seksistisch, dus die zei hoer, hè. Allee, mag eigenlijk ook niet meer zeggen, hè. Vrouw van lichte zeden, dus maar het H-woord zei hij dus tegen die flik, dus ja, dus die kreeg nog een boete voor seksisme. Ja, ja en s'avonds zat de piraat thuis en hij zei, beste Filip, we gaan toch wel eens moeten klappen, want... tijden zijn veranderd. We zitten niet meer op een houten boot schatten te jagen. Nee, tijden zijn veranderd. Ja. Er zijn bepaalde dingen dat je niet meer mocht zeggen. Waarop de papegaai zegt... Nee. Her. Nee, ja, hij zei het gewoon. Ja, hij zei het. Sorry. En normaal, allee, wij gebruiken dat woord niet, maar het is de papegaai die het zegt, hè. En de papegaai zei van, kijk, ik ben een vogel. Ik heb dat niet afgesproken om in de mensenwereld dingen niet te mogen zeggen. Ik ga dat gewoon blijven zeggen. Ja. Als zegt die piraat, dan is er maar één oplossing. Verhuizen naar Wallonië. Ja. Daar verstaan ze dat woord niet. Ja. Maar het is ook gebeurde het dat onze Vlaamse piraat naar Wallonië verhuizen. Waar dat ze rustig met zijn papegaai overal kon komen. En iedereen het een leuke papegaai vond, want ze verstond hem toch niet. Ja. Dus, dames en heren, wat is de moraal van dit verhaal? Ook nooit een racistische papegaai. En als je toch helemaal net verhuist gewoon naar een land waar ze niet verstaan, en dan kun je eigenlijk zeggen wat je wilt. Dank je wel, Hans Solo, en aan alle luisteraars. Slaap lekker.